Derde hoofdstuk van Alleen op de Wereld. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Alleen op de Wereld door Hector Malot, vertaald door Gerard Keller. Derde hoofdstuk. De troep van Signor Vitalis. Die nacht sliep ik, door angst en vrees vermeesterd, zeer onrustig. En toen de morgen aanbrak, was bij mijn ontwaken mijn eerste zorg om mijn bed aan alle kanten te betasten en eens in het rond te zien, om mij te overtuigen dat men mij niet weggebracht had. De ganse ochtend sprak Barberin geen woord tot mij, en ik meende reeds dat hij het plan om mij naar het gesticht te zenden had opgegeven. Zeker had vrouw Barberin een goed woordje voor mij gedaan, en waarschijnlijk had zij hem overgehaald mij bij zich te houden. Maar toen het 12 uur sloeg, beval Barberin mij om mijn pet op te zetten en hem te volgen. Verschrikt zag ik vrouw Barberin aan en smeekte haar met mijn blik om hulp. In het voorbijgaan wenkte zij me dat ik maar gehoorzamen moest, terwijl zij met een beweging van haar hand mij geruststelde, alsof zij zeggen wilde, ge behoeft niet bang te wezen. Zonder tegenspreken volgde ik dus Barberin. Wij wonen ver van het dorp, bijna een uur gaans. Dat gehele uur ging voorbij, zonder dat hij een woord tot mij sprak. Hij liep langzaam vooruit, met zijn manke voet, wendde nooit zijn hoofd om, maar bleef van tijd tot tijd stilstaan en keerde zich dan geheel om, ten einde zich te overtuigen dat ik hem nog altijd volgde. Waar bracht hij mij naartoe? Die vraag drong zich gedurig bij mij op. Ondanks de geruststellende wenk van vrouw Barberin en om aan een gevaar dat ik voelde naderen te ontkomen, peinsde ik over een middel om te ontvluchten. Met dit doel trachtte ik achter te blijven. Als ik op een verre afstand van hem ben, dacht ik, zal ik in de sloot gaan liggen, en dan zal hij mij niet kunnen vinden. Eerst bepaalde hij zich tot het bevel dat ik vlak achter hem moest blijven. Maar al spoedig scheen hij mijn voornemen te gissen en nam hij mij bij de hand. Ik kon nu niet wel anders dan met hem meegaan en deed dit dan ook. Wij hadden het dorp bereikt en ieder die ons tegenkwam keerde zich om en staarde ons na. Want ik zag eruit als een nijdige hond die men aan een touw moet houden. Toen wij voorbij het koffiehuis kwamen, verzocht een man, die op de drempel stond, ons om binnen te treden. Barberin vatte mij bij mijn oor en liet mij eerst binnengaan. Daarop sloot hij de deur. Ik gevoelde mij een weinig geruster. Het koffiehuis scheen mij geen gevaarlijke plaats toe. En dit was het koffiehuis waar ik zo lange tijd reeds heen had willen gaan. Het koffiehuis en de herberg Notre-Dame. Hoe zou het daar wel uitzien? Dikwijls had ik mensen dit koffiehuis met waggelende en zwaaiende gang zien verlaten. Wanneer ik er voorbij kwam, hoorde ik gewoonlijk schreeuwen en zingen, zo luid soms dat de vensters ervan rinkelden. Wat deed men daar? Wat gebeurde er achter die rode gordijnen? Ik zou dat thans te weten komen. Terwijl Barberin zich met de waard aan tafel zette, sloop ik naar een hoek van het vertrek bij de schoorsteen en nam alles om mij heen eens op. In de hoek tegenover de ingang
zat een grijsaard, die een zeer zonderlinge kleding droeg, zoals ik nog nooit in mijn leven gezien had. Zijn haren, die in lange lokken over zijn schouders vielen, waren voor een gedeelte door een kastoren hoed bedekt, met groene en rode veren versierd. Een schapenvacht, waarvan de wol naar binnen was gekeerd, bedekte zijn borst. Deze huid had geen armsgaten, en door twee openingen bij de schouders kwamen een paar armen tevoorschijn, die met een soort van fluwelen stof, welke vroeger blauw geweest moest zijn, bedekt waren. Voorts droeg hij lange slopkousen, die tot aan zijn knieën reikten. Met rode banden waren toegebonden en verscheidene malen over zijn benen gekruist waren. Hij lag op zijn stoel uitgestrekt, terwijl zijn kin in de rechterhand rustte en zijn elleboog op de enigszins opgetrokken knie steunde. Nog nooit had ik een levend wezen in zulk een kalme houding zien zitten. Hij geleek op een onzer uit hout gesneden heiligen in de kerk. Naast hem lagen drie honden, doodstil, en zo dicht mogelijk bij elkander om zich te verwarmen. Een witte poedel, een zwarte kardoes en een grijs schoothondje met een goedig listig snoetje. De poedel had een oude soldatenmuts op de kop, die met een lederen bandje om zijn kin was vastgebonden. Terwijl ik de grijsaard met de grootste belangstelling zat aan te kijken, spraken Barberin en de herbergier op fluisterende toon over mij. Barberin vertelde hem dat hij naar het dorp gegaan was om mij bij de burgemeester te brengen en deze te verzoeken aan het armbestuur een jaargeld te vragen om mij bij zich te kunnen houden. Zoveel had vrouw Barberin dus van haar man kunnen verkrijgen, en ik begreep terstond dat zo Barberin enig voordeel erin zag om mij bij zich te houden, ik dan niets te vrezen zou hebben. De grijsaard, zonder daarvan de schijn te hebben, hoorde alles wat er gesproken werd. Eensklaps stak hij zijn rechterhand naar mij uit, en zich tot Barberin wendende, vroeg hij met vreemde tongval: "Is dit het kind dat u hindert?" "Ja, dat is het kind." "En gelooft gij dat het bestuur der armhuizen u het geld voor zijn onderhoud terug zal geven?" "Wel, daar hij geen ouders heeft en mij tot last is, moet er toch wel iemand voor hem betalen. Dat is toch nogal billijk, geloof ik." "Ik geef u daarin geen ongelijk. Maar gelooft gij dat alles wat billijk is gebeurd?" "Nee, dat geloof ik niet." "Wel nu, ik ben zeker dat gij zulk een jaargeld nooit krijgen zult. Dan breng ik hem naar het vondelingenhuis. Er is geen wet die hem recht geven kan om in mijn huis te blijven, wanneer ik hem er niet langer inhouden wil. Vroeger hebt gij erin toegestemd hem bij u te nemen. Dat was zo goed of gij voor altijd de zorg op u genomen had. Ik verzeker u thans dat ik hem niet houd, en al moest ik hem op straat zetten, ik zou hem wegdoen. Misschien zou er wel een middel zijn om u terstond van hem te bevrijden, zeide de oude man, na een ogenblik te hebben nagedacht, en voegde erbij: misschien zoudt gij er nog iets bij winnen ook. Als ge mij zo'n middel aan de hand doet, dan schenk ik u van ganse harte een fles. Bestel de fles en uw zaak is in orde. Zeker? Zeker. De oude man stond van zijn stoel op en ging tegenover Barberin zitten. Toen hij zich oprichtte, werd de schapenvacht door een onwillekeurige beweging opgebeurd, en ik meende te bespeuren
dat hij in zijn linkerarm nog een hond droeg. Wat zou hij zeggen? Wat zou er gebeuren? Ik had hem met smekende blik gevolgd. Uw wens is niet waar, dat het kind niet langer uw brood eet. Of, zo hij dat blijft doen, dat gij er dan ook voor betaald wordt. Juist omdat... O, welke reden gij daarvoor hebt, kan mij niet schelen. Ik behoef die niet te kennen. Voor mij is het voldoende te weten dat gij het kind niet langer bij u wilt houden. Als dat zo is, geef hem mij dan, en ik zal verder voor hem zorgen. Hem aan u geven? Wilt gij hem niet wegdoen? Geeft men dan zo'n kind weg? Zo'n mooi kind, want mooi is hij. Zie maar eens. Ik heb hem reeds gezien. Remy, kom hier. Ik ging bevende naar de tafel. Wees maar niet bang, ventje, zeide de grijsaard. Zie hem maar eens aan, vervolgde Barberin. Ik zeg niet dat hij lelijk is, want als hij lelijk was, zou ik hem niet willen hebben. Met monsters houd ik mij niet op. Kom, als hij een monster met twee hoofden of een dwerg was. Gij zoudt er dan niet over denken om hem naar het gesticht te zenden. Gij weet dat een monster waarde heeft en men veel voordeel daarvan trekken kan. Dat men het verhuurt of het zelf voor het een of ander gebruikt. Maar hij is geen dwerg en geen monster. Hij is geschapen zoals ieder ander en deugt nergens toe. Hij kan werken. Daartoe is hij te zwak. Hij zwak? Kom, onzin. En hij is zo gezond en sterk als een groot mens. Zie maar eens welke benen hij heeft. Hebt gij ze ooit rechter gezien? Barberin stroopte mijn broekspijpen op. Die zijn erg dun, zeide de oude man. En zijn armen, vervolgde Barberin. De armen zijn evenals de benen. Zij kunnen er door, maar zij kunnen aan vermoeienis en ontbering geen weerstand bieden. Hij niet. Maar bevoel hem dan eens, van alle kanten, bevoel hem eens. De grijsaard streek met zijn magere hand over mijn benen, schudde met het hoofd en trok een bedenkelijk gezicht. Ik had reeds een dergelijk toneel bijgewoond, toen onze koe verkocht werd. Ook die was van alle kanten bevoeld en betast geworden. De koper zou haar onmogelijk weer hebben kunnen verkopen. En toch had hij haar gekocht en ze medegenomen. Zou die vreemde man mij kopen en medenemen? Ach, moeder Barberin, moeder Barberin! Ongelukkig genoeg was zij er niet om mij te verdedigen. Als ik maar gedurfd had, zou ik gezegd hebben dat juist de oude Barberin mij mijn zwakte en mijn magere armen en benen verweten had. Maar ik begreep dat, al viel ik hem in de rede, mij dit niets dan een geduchte berisping op de hals zou halen. En ik zweeg dus. Hij is een kind, zoals er zoveel zijn, zeide de grijsaard. Dat is waar, maar hij is een stadskind. Het is dus zo goed als zeker dat hij nooit in staat zal wezen om op het land te werken. Zet hem eens aan de ploeg om de ossen aan te jagen. Dan zult ge zien of dat van geen lange duur kan zijn. 10 jaar, geen maand. Maar zie hem dan toch eens aan. Zie hem zelf maar eens aan. Ik stond aan het einde van de tafel tussen Barberin en de grijsaard. De een stootte mij van zich af, de ander wilde mij evenmin hebben. Nu, zeide de oude man eindelijk, ik zal hem dan nemen zoals hij is. Maar ge moet mij wel verstaan, ik koop hem niet van u. Ik huur hem slechts. Ik geef u 20 francs per jaar. 20 francs? Dat is een goede som. En ik betaal u zelfs vooruit. Gij krijgt 4 klinkende achterwielen
en gij zijt van het kind af. Maar, als ik het houd, zal het armbestuur mij meer dan 10 francs per maand betalen. Zeg liever 7 of 8, ik ken de prijzen, maar gij moet hem ook te eten geven. Hij zal werken. Als gij meendet dat hij tot werken in staat was, zoudt gij hem niet van de hand doen. Men neemt geen kinderen van het gesticht op om hun jaargeld, maar alleen om hun werk. Men maakt arbeiders van hem, die betalen en niet betaald worden. Bovendien zoudt ge hem wel bij u houden, als hij u in enig opzicht van dienst kon wezen. In ieder geval zou ik dan de 10 francs hebben, en zo het bestuur hem, in plaats van aan u, aan een ander gaf, dan zoudt gij in het geheel niets hebben. Wanneer ik hem neem, loopt gij die kans niet. Gij behoeft uw hand maar uit te steken. Hij stak zijn hand in zijn zak en haalde een lederen beurs tevoorschijn, waaruit hij 4 zilverstukken nam, die hij rinkelend op tafel wierp. Vergeet niet, riep Barberin, dat het kind eenmaal ouders hebben zal. Wat doet er dat toe? Dat het stellig niet onvoordelig zal zijn voor hen die hem opgevoed hebben. Als ik daar ook niet op gerekend had, zou ik hem nooit tot mij hebben genomen. Die woorden van Barberin, als ik niet op zijn ouders gerekend had, zou ik hem nooit tot mij genomen hebben, boezemde mij nog groter afkeer voor hem in. Wat een slechte man was hij toch! En omdat gij thans niet meer op de ouders rekent, hernam de grijsaard, zet gij hem op straat. Tot wien zullen de ouders zich dan wenden, wanneer zij komen opdagen? Tot u, niet waar, en niet tot mij, die zij niet kennen. En als gij ze terugvindt, laten we dan afspreken dat wanneer die ouders komen, wij de winst samen zullen delen. Dan geef ik u 30 francs. Stel 40, nee, voor de weinige diensten die hij mij bewijzen zal, kan ik u dat niet geven. En welke diensten moet hij u bewijzen? Wat zijn benen betreft, die zijn uitmuntend, en zijn armen evenzo, dus blijf ik bij hetgeen ik gezegd heb. Maar waartoe acht gij hem dan in staat? De oude man zag Barberin enigszins spottend aan, terwijl hij zijn glas met langzame teugen leegdronk. Om mij gezelschap te houden, zeide hij. Ik word oud, en 's avonds na een vermoeiende dag, als het slecht weer is, ben ik dikwijls zwaarmoedig. Hij zal mij dan enige afleiding bezorgen. Dat zullen zijn benen stellig wel kunnen verdragen. Toch niet lang, want hij zal moeten dansen, springen en lopen, en wanneer hij gelopen heeft, zal hij weder moeten springen. Kortom, hij zal deel uitmaken van het gezelschap van signor Vitalis. En waar is uw gezelschap? Ik ben signor Vitalis, zoals ge ongetwijfeld reeds geraden zult hebben. Ik zal u mijn gezelschap voorstellen, daar gij verlangt er kennis mede te maken. Terwijl hij dit zeide, maakte hij zijn schapenvacht los, en het vreemde dier, dat hij onder zijn linkerarm bewaarde, kwam in zijn hand. Dat dier had telkens zijn vacht in beweging gebracht, maar het was geen hondje, zoals ik eerst gemeend had. Wat voor soort dier kon dat wezen? Was het wel een dier? Ik wist niet welke naam ik geven moest aan dat zonderlinge schepsel, dat ik voor de eerste maal zag. Met de grootste verbazing stond ik het aan te staren. Het droeg een rood rokje met goud galon afgezet, maar zijn armen en benen waren naakt, want het waren armen en benen en geen poten. Zij waren echter met een zwarte en geen blanke of rode huid bedekt. Evenzo was zijn kop, zo groot als een gebalde vuist, pikzwart,
Zijn gelaat was breed en kort. Een wipneus met wijd opengespalkte neusgaten en gele lippen. Maar wat mij het meest van alles trof, waren de beide ogen, die zeer dicht bij elkander stonden, grote levendigheid verrieden en glinsterden als een paar spiegeltjes. O, wat een lelijke aap, riep Barberin uit. Dat woord deed mij van mijn verbazing bekomen, want al had ik nog nooit een aap gezien, ik had er dikwijls over horen spreken. Het was dus geen zwart kind dat voor mij stond, het was een aap. Dat is de hoofdpersoon van mijn troep, zei Vitalis. Dit is de heer Jolly Coeur. Jolly Coeur, mijn jongen, maak voor het publiek uw compliment. Jolly Coeur bracht zijn gesloten hand aan de lippen en gaf ons elk een kushand. Nu een ander, vervolgde Vitalis, terwijl hij zijn hand naar de poedel uitstak. Signor Capi zal de eer hebben zijn vrienden aan het geachte gezelschap voor te stellen. Op dit bevel richtte de poedel, die tot nog toe doodstil was gebleven, zich plotseling op, zette zich op zijn achterste poten, kruiste zijn beide voorpoten over de borst en maakte toen zulk een diepe buiging voor zijn meester, dat zijn muts bijna de grond raakte. Toen deze plichtpleging volbracht was, keerde hij zich tot zijn makkers en met de ene poot, terwijl hij de anderen op zijn borst hield, wenkte hij hen naderbij te komen. De beide honden, die de ogen niet van hem hadden afgewend, stonden eensklaps op en reikten elkander een der voorpoten, evenals men in de wereld elkander de hand drukt. Daarop deden zij zes stappen voorwaarts, toen drie achteruit en groeten het gezelschap. Hem, die ik Capi noem, vervolgde Vitalis, of in het Italiaans Capitano, is de chef der honden. Hij brengt, daar hij de verstandigste is, al mijn bevelen aan zijn makkers over. Dat bevallige diertje daar ginds, met zijn zwarte haren, is signor Zerbino. Dat betekent bevallig, een naam die hij in alle opzichten waardig is. Deze, met haar bescheiden voorkomen, is signora Dolce, een schone Engelse, wie haar lieve naam eerlijk toekomt. Met deze merkwaardige personen en hun verschillende titels heb ik het genoegen de wereld door te trekken en zo goed en kwaad als het kan de kosten verdienen, al naar het lot mij gezind is. Capi, de poedel kruiste zijn poten. Capi, kom hier, vriendje, en wees nu eens vriendelijk, alsjeblieft. Het zijn beschaafde wezens, die ik altijd zo beleefd mogelijk toespreek. Wees thans zo goed aan dat jong mens, die u met zulke grote ogen aanstaart, te zeggen hoe laat het is. Capi naderde zijn meester, lichtte de schapenvacht op, stak zijn poot in diens vestzak en haalde een groot zilveren horloge tevoorschijn, keek op de wijzerplaat en kefte toen zeer duidelijk tot tweemaal toe. Daarna herhaalde hij nog drie keer dit keffen, maar veel zachter en onduidelijker. Het was werkelijk 3:15. Goed zo, zeide Vitalis. Dank u, signor Capi. Wees dan zo vriendelijk signora Dolce te verzoeken touwtje te springen. Capi stak nu zijn poot in de zak van zijn meesters jas en trok daar een koord uit. Hij wenkte Zerbino en deze plaatste zich snel tegenover hem. Capi wierp hem toen een eind touw toe en beide begonnen dit met de grootste ernst te draaien. Toen de beweging zeer gelijkmatig was, wierp Dolce zich in het koord en sprong telkens even op, terwijl zij haar vriendelijke ogen
aanhoudend op haar meester gevestigd hield. Gij ziet, zeide deze, dat mijn leerlingen zeer verstandig zijn. Maar het verstand wordt dan eerst gewaardeerd wanneer men het vergelijken kan. Daarom wens ik deze knaap aan mijn gezelschap te verbinden. Hij zal de rol van een dier spelen, en mijn leerlingen zullen des te hoger gewaardeerd worden. Foei, om hem voor een beest te laten spelen, riep Barberin uit. Men moet een weinig geest hebben, vervolgde Vitalis, en ik geloof dat het jonge mens hiervan niet ontbloot zal zijn, wanneer hij enige lessen heeft gehad. Het overige komt vanzelf. Wij zullen terstond de proef eens met hem nemen. Wanneer hij verstandig is, dan zal hij begrijpen dat men met signor Vitalis de kans heeft, geheel Frankrijk en nog wel 10 andere landen te doorkruisen, een vrij leven te leiden, in plaats van achter de ossen te lopen, en iedere dag op hetzelfde land van de morgen tot de avond te moeten werken, terwijl, wanneer hij onverstandig is en huilt en schreeuwt, signor Vitalis houdt niet van stoute kinderen, en dan neemt hij hem niet met zich mede. Dan gaat het ondeugende kind naar het gesticht, waar hij hard werken moet en weinig te eten krijgt. Ik was verstandig genoeg om de zin van deze woorden te vatten, maar tussen ze te begrijpen en een besluit te nemen, was nog een groot verschil. De leerlingen van signor Vitalis waren zeer aardig en vermakelijk, en het moest ook wel aangenaam zijn om veel te wandelen. Maar om hen te volgen, moest ik vrouw Barberin verlaten. Het is waar, zo ik dit weigerde, zou ik misschien toch niet bij vrouw Barberin blijven, en zou men mij naar het gesticht zenden. Toen ik daar als vastgenageld staan bleef, en de tranen mij in de ogen welden, streek Vitalis zachtkens met zijn hand over mijn wang. Kom aan, zeide hij, het kereltje begrijpt mij, want hij huilt niet. Hij zal wel verstandig wezen, en morgen. Ach, meneer, riep ik, laat mij bij moeder Barberin, alsjeblieft. Maar voor ik nog iets had kunnen zeggen, werd ik door een heftige blaf van Capi in de rede gevallen. De hond sprong tegelijk naar de tafel, waarop Jolly Coeur was blijven zitten. Deze had gebruik gemaakt van een ogenblik dat ieders oog op mij gericht was, en het volle wijnglas van zijn meester leeggedronken. Maar Capi, die goed de wacht hield, had deze apenstreek gezien, en als een trouw bewaker wilde hij dit verhinderen. Meneer Jolly Coeur, zeide Vitalis op strenge toon, gij zijt een lekkerbek en een schelm. Ga in de hoek staan met uw neus tegen de muur. En gij, Serbino, moet op hem passen. Als hij zich beweegt, geef hem dan maar een flinke klap. Wat u betreft, meneer Capi, gij zijt een oppassende hond. Laat mij u de poot drukken. Terwijl de aap zacht kermend aan het bevel gehoorzaamde, reikte de hond fier en gelukkig zijn poot aan zijn meester. Laten wij thans onze zaken verder behandelen, begon Vitalis. Ik geef u dus 30 francs. Nee, 40. Er volgde nu een zeer levendig gesprek, maar Vitalis brak dit eensklaps af door te zeggen, de knaap moet zich hier vervelen, laat hij maar wat in de tuin gaan spelen. Hij gaf tegelijk aan Barberin een wenk. Ja, dat is goed, ga maar naar de tuin, maar kom niet terug voor ik u roep, anders word ik boos. Ik kon niet anders dan gehoorzamen, wat ik dan ook deed. Ik ging dus naar de tuin, maar tot spelen voelde ik volstrekt geen lust. Ik ging op een stoel zitten en verviel in diep gepeins. Mijn lot zou op dat ogenblik worden beslist. Wat
zou het wezen? Ik bibberde van koude en angst. Het onderhoud tussen Vitalis en Barberin duurde geruime tijd. Want meer dan een uur verliep ervoor hij bij mij in de tuin kwam. Eindelijk zag ik hem. Hij was alleen. Kwam hij mij halen om mij aan Vitalis te geven. Kom, ga mede naar huis, sprak hij. Naar huis? Ik zou vrouw Barberin dus niet verlaten? Ik had het hem gaarne willen vragen, maar ik durfde niet, want hij scheen in een kwade luim. Wij spraken onderweg geen woord, maar even voor wij de woning bereikten, stond Barberin stil. Gij begrijpt, zeide hij, terwijl hij mij weder bij mijn oor greep, dat als gij een woord vertelt van hetgeen gij vandaag gehoord hebt, dit u duur te staan zal komen. Dus opgepast. Einde van hoofdstuk 3.